maar dit is al een hele dikke hoor. Nou komt de politie, dus nou is het even rennen, jong. Vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hierop. Extreme Ride. Yes, en waar zijn we? Bij de kermis. In Henk. Nee, niet bij Henk, in Genk. Henk. Dan gaan we eens een keer een rondje doen over deze kermis. Wil jij schieten, jong? Ja. Ja, dat dacht ik al. Kijk eens. Dat is leuk. Hartstikke weer schelen. Daar heb ik nog niks aan. Hey, ik heb veel betaald, hè? Dus ik verwacht dat je even beter je best gaat doen. Hallo. Hey, die was raak. Ja, goed zo, jong. Dat is 1 punt. Nee, ik heb nu al 2 punten. Nee, je hebt 2 ballonnen is 1 punt. Ja, goed zo. 2 buurpijlen. Kijk eens, wat een vuurwerkpakket. Dankjewel. Het lijkt wel 31 december, jong. Ja. Is het echt vuurwerk? Nee, het zijn dummies. Ja, dat is een steken, ja. Mooi. Dat zijn TNT-staven. Bedankt, hè. Zie je het al? Zou je net de kermis afsteken en weer op iemand zijn kop gooien? Nee. We gaan hier even achter de kramen. Dat is een mooi veldje. Hoe gevaarlijk zijn deze? Heel gevaarlijk. Dit zijn echt een mielewine pijlen. Wegrennen, jong. Rennen. Zo, die hele boom kapot. En niet deze. En daarna deze. Als laatste. Kom maar met die dan. Doe ik wel even in mijn zak. Heel slecht. Hey, jullie hartstikke hard. Wat? Aansteller. Heb ik een mooi punt om te staan? Oh joh, rennen. Oh, wat een kanonslag, hé. Nou komt de politie, dus nou is het even rennen, jong. Dan gaan we verder over de kermis. Op zijn eigen stekkie, daar staat hier weer de Speed XXL KMG Booster. Zo met die zuilen midden op de baan. In België heb je heel veel soorten gokzaken. Maar deze gokzaken zoals Space City voor ons, de zogeheten Luna Park, die hebben meerdere gokzaken in één. Pushers, grijpers. Daarachterin zie ik nog een soort bingo of iets. We zullen eens even een rondje doorheen lopen, want dit is wel typisch Belgisch. Zo, je gooit je hele bak in één keer erin. Is dat tactiek? Of denk je van, joh, ik gooi er maar gewoon in? Ja. Ja, het laatste dus. Ik gooi er maar gewoon in. Maar als je goed doet, dan valt dit allemaal eruit, hè? Allee. 1, 2 als je naar voren staat. Nu. Ja, dan gaan we erachter. Ja, goed zo. Moet je gaan tellen. Die bonus kunnen we wegdoen. Daar kijk wat die waard is. Of is deze 2,50? Die is 2,50 is samen. 500. Ja, 7,500. 2,500. 2,250, ja. Ja. Dus 2,500. Bonus en bonus. En op je bonus. Sprinkje, let's go.
de Space City. Het tweede wipje voor deze kermis, de Extreme. Waar normaal een dakje boven de bank zit, maar die hebben ze nu er niet op gemonteerd voor deze kermis. Funhouse, gekke garage. Toevallig in Gilde gedaan. En nu staat hij hier in Genk. Kom maar erheen. En de volgende attractie die tegenkomen is een glijbaantje. Zo, die vliegt gewoon. De Canyon staat gewoon op zijn eigen plek. Zoals ieder jaar hier staat. Zoals ja, heel veel dingen hier ieder jaar staat. Eigenlijk vrijwel de hele kermis. Er is wel één nieuwkomer voor dit jaar. Die zou ik dadelijk even laten zien. Polypje staat er niet altijd, maar de laatste jaren wel. En ook dit jaar is hij weer aanwezig. En de polyp rijdt ook nog zoals elk jaar. Hij heeft niet zulke fantastische rit. Hij gaat ook nog erg traag deze. Van Genk is dus de cakewalk van Roels. Jason neemt jullie even mee door deze cakewalk heen. Hij wilde de camera meenemen. Nou, ik zie hem weer dansen dat hij aan het filmen is. Ik ben benieuwd hoe de beelden worden.
GoPro's kapot. Nee. Kras op die GoPro, dan kras op jou. Gooi je met die GoPro, gooi ik met jou. Is die GoPro kapot, wie maak ik dan kapot? Jou, hè? Als je gooit met de GoPro, gooi ik met jou, hè? Ja, precies. Maar was die leuk? Ja. Mooi. Spookhuis de Joker House. Ja, ze hebben het vondje weer aangepast en weer een andere naam gegeven. Het ziet er weer een frisse fruit eruit, zullen we maar zeggen. Daar gaan we weer, hè? Move it! Ervan vond? Superleuk. Superleuk, wat vond je het allerleukste? De Move It. De Move It. Blijf mooi, hè? Ja. Inderdaad, altijd een geweldige show bij die attractie. De rest van de kermis was eigenlijk hetzelfde als altijd. Het enige vernieuwende dit jaar was dan de cakewalk van Rules. Maar ja, ondanks dat staat hier toch elk jaar een hele mooie kermis. Het is altijd gezellig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Meneer Squid Card. Ik wil jullie ook bedanken. Like, geef een belletje te klikken en vergeet nooit meer een video. Ja, dat is een ander kanaal. Dat is Koedlaai. Wij zeggen hier, we zien elkaar de volgende keer weer. Het zijn weer bij een pretpark, een speeltuin, kermis of zwembad of weet ik veel waar. Tot dan weer. Hoi. Tot dan.